wil niet dat Jeruzalem gedeeld wordt. Ik bid tot de oude God meestal. En voor mij is het een heel kostbaar iets. De woede van de Serben is onvoorstelbaar groot en Israël beseft dat niet. Is mijn woede tegen sommige particuliere Serben is ondertussen ook heel erg groot geworden. Ze lopen dan tegen, ja, maar Serben hebben je al niks aangedaan persoonlijk. Ik zelf, dat is ook zo, niet reëel. Maar ik zelf heb in die weinige Serben die ik ken of die ik dan via brieven ken, heb ik toch enorme grieven. Ik vind dat zij het Westen zien als iets pakken wat je pakken kan. Het leven is dan makkelijk, je hoeft dan niet hard te werken. Iets wat je kan gebruiken. En ik wil natuurlijk niet gebruikt worden. Wij hebben enorm veel geschreven voor de Serven. We hebben dat zelf betaald, zelf gestuurd. En dus lopen dan in de moeilijkheden is dus geen enkele Serven van toen die ook zelfs maar schrijft. De moeder van Slobodan heeft mij gezegd, zij is Joods, ik ben niet Joods, maar ik ben wel Joods gezin. En Joden die wegen zelfs de schalen van de eieren die zij verkopen. Nou, dat is een opmerking die ik nooit vergeet. Dat is een algemeen anti-Joods opmerking. Ik verdien die opmerking ook niet. En dat is gewoon iets wat ik niet vergeet. En zo zijn er nog wel meer dingen. Er zijn dus een aantal sterren in mijn leven waarvan ik denk, nou, die zijn uitgevocht, hypocriet, onbeschoft, niet afspraakvast. Met hen wil ik niets te maken hebben. Dat wil niet zeggen dat ik zo mag praten over het hele Servische volk. Ik geloof ook niet dat dat zo is. Alleen ik moet zeggen, nou, in ons leven is het helaas niet zoveel van die anderen op dit moment. Dat is. Politiek ben ik nog steeds op van kant, maar in mijn persoonlijke leven heb ik toch het gevoel van, als ze me hadden kunnen gebruiken, zouden ze me hebben gebruikt. Ze zouden meer hebben gekeken naar wat ik voor hen had kunnen doen, ik kan al niks voor hen doen, dan dat ze echt geïnteresseerd zouden zijn in hoe ik ben, wat ik maak of wat ik wil. En dat ben ik heel bitter over. Slobodan is ook heel bitter over sommige joden. Dus het is niet alleen het algemene bezwaar van dat Israël Servië in de steek heeft gelaten, wat ik vind, daar sta ik aan Slobodan. Want Slobodan heeft tegen bepaalde Joden grieven. Slobodan en veel Serven die vinden over het algemeen dat de kunstwereld, als ik het goed heb begrepen, de kunstwereld, de muziekwereld, de literatuur, in Servië, in Belgrado, in Amsterdam, te veel in handen is verheerd. Nou heb ik dat altijd bestreden. Ik heb gezegd, nee, dat mag je zo niet zeggen. Leonard Bernstein is een dood, maar hij is natuurlijk niet dirigent kunnen worden en zo bekend kunnen worden omdat hij Jood is. Hij is dat verdient omdat het een heel erg goede dirigent is. Nou kan Slobodan dan met het voorbeeld van meneer Georgievits, die ik verder niet ken, ik weet niet wat hij maakt. Georgievits had verklaard, door de Joden kan ik niet hoger opkomen in films maken. En ik ben woedend geworden, ik heb tegen Slobodan gezegd, nou die Georgievits zal waarschijnlijk gewoon niks kunnen en dan gebruikt hij de Joden als excuus. Dat zijn in ons dagelijkse leven, we houden van elkaar. Nou praat ik voor de camera, ik druk me netjes uit. Als de camera er niet is, drukken wij ons niet netjes uit. Dan zegt Slobodan die kutjoden van jou. En ik zeg gewoon, kijk naar je eigen kutserven. Dus zo gaat dat. Beide weten, Slobodan is in zijn hart niet echt anti-Joods, maar hij drukt zich vaak uit moeders zo wel uit. Ik ben niet echt als anti-Servisch, maar als het gaat over die Serven waarvan ik dan vind dat ze zich heel onbeschoft hebben gedragen. En wat ik echt denk, van daar wil ik nooit naartoe. Kutvolk, denk ik dan. Dan bedoel ik ook niet iedereen daar, want ik ken niet iedereen daar. Dan wil ik het nog hebben over het feit dat Slobodan soms tegen mij gezegd heeft, ja, ik wil je eigenlijk filmen als je schildert. Dat wou ik eigenlijk niet.
Omdat als je weet dat camera op je gericht is, ook nu. Dan ben je, je probeert om zo eerlijk mogelijk te zijn, je probeert om geen blad voor de mond te nemen. Maar je doet toch altijd nog anders dan zoals je anders gedaan zou hebben. En als je schildert, dan vind ik dat is iets voor mij, dat doe je eigenlijk voor God. Dat doe je niet voor jezelf. Dus eigenlijk niet eens belangrijk dat je je naam eronder zet. Het is gewoon, jij wil op dat moment maken waar jij aan denkt dat jij belangrijk vindt dat er komt. En ik vind eigenlijk het voyeurisme, als je dat wil filmen. Dat is ook met een zwaar tegen de videotape over Kater Appel. Dat was meer een show. En ik ben ervan overtuigd dat als hij alleen is, dat hij het toch anders doet. Een uitzondering maak ik voor een amateurfilmpje over Jackson Pollock. Dat vond ik wel heel ontroerend om te zien. Want ja, die man verloor zich zo in zijn werk dat je kan bijna zeggen, ja inderdaad, kon niet schelen hoe hij op die videotape stond. Hij werkte gewoon. Maar de meeste mensen zijn zo ijdel dat ja, die kijken toch eerst van, ben ik wel in de goede hoek met de camera? En die denken dan niet aan wat ze op het doek moeten doen. Dan wil ik nog verder uitleggen wat ik tegen televisie heb. Ik heb tegen televisie in mijn leven dat het me afleidt van het schilderen. Ik had vroeger geen televisie en ik kon toen, was minder afgeleid, kon enorm veel meer schilderen. En ja, televisie is net zoiets als veel snoepen. Als ze lopen dan me op om even dat te zien en ik ben een beetje lui, blijven er ongewild bij hangen, maar ik heb er altijd spijt van. Vroeger was het zo. Dat ik heb zo enorm hekel aan televisie gehad, want bij ons thuis stond die dag en nacht aan om de ruzies tussen mijn ouders te camoufleren. En er stond ook nog een radio aan. Als er geen programma was, dan stond dat regen aan, met het geluid van die regen nog. Dus ik zocht gewoon een hoekje waar ik kon lezen, waar ik zelf kon zijn. Dat hoekje had ik in Eindhoven niet. Er was altijd lawaai van dat. Mijn moeder zette er ook nog die liedjes van Marlene Dietrich op. Nou, Marlene Dietrich was wel tegen Hitler, maar ik vond het toch een kutwijf. En ja, ik wou weg daar. Ik ben ook weggegaan daar. En toen dacht ik, ik wil nooit meer een televisie. Nou, ik heb ook 20 jaar lang geen televisie gehad. Ik heb ook geen seconde gemist. Het is wel een paar keer geweest dat vrienden die ik toen had, dachten, oh, die zielige schilder, ze heeft geen televisie, kwamen ze mij verrassen met de televisie. Om de televisie op me. Goed, en dan durfde ik nooit te zeggen, ja maar, daar ben ik niet blij mee. Dat zouden zij de trap op. En met heel veel moeite zouden ik, als ze weg waren, de volgende dag dat de trap weer af en dat gooide ik weer weg. En nou heb ik nog, heb ik nog soms dat alleen bij het zien van die grijze kasten vind ik een hele grote woede voel. En denk ik, ik smijt dat van 300 naar beneden. Gewoon bij het zien van de kast. Dus afgezien van het feit dat ik ook wel snap dat er soms mooie films op zijn. Ik snap ook wel dat televisie een grote uitvinding is. Maar in mijn leven houdt het me af van het schilderen. Het brengt nare herinneringen bij me op. Ja, ik zie ook wel graag een mooie film. Maar als het aan mij ligt, denk ik, nou, die haal ik dan liever uit de videotheek dan dat ik, die trutten van de televisie dat allemaal moet zien. En je kijkt ook naar wat andere mensen gedaan hebben. Je verwarmt je eigen werk. Het steelt tijd van jouw tijd om zelf iets te maken. Het is verslavend. Nou, ik hou er gewoon echt niet van. Ik zal het geen seconde missen. Als Slobodan er niet is, dan zet ik hem nooit aan. Ik weet niet eens precies waar de knoppen zitten dat je hem aan moet zetten. Ik wil niet leren op. En met computer net zo. Ik haal me allemaal brieven op de computer. Honderden brieven in die tijd moesten getypt. Ik doe dat wel op de computer, maar als Slobodan het niet programma maakt en niet door de printer uithaalt, nou, dan schrijf ik het met hand. Dus ik wil het helemaal niet leren. Ik wil er helemaal niet over nadenken. Ik wil het gewoon niet. Want het neemt plaats in mijn hersenen in beslag die het verschil wil bewaren. Dus het is niet iets wat ik zelf wil. Ik wil niet zeggen dat in ieder geval de andere mensen het wel moeten willen. Kunnen willen.